Fitch Ratings heeft gisteren Surinames kredietwaardigheid verder omlaag gebracht. En wel van C naar Restrictive Default, oftewel beperkende standaard. De kredietwaardigheid wat betreft de Oppenheimer obligatielening die in 2023 verstrijkt, is gebracht van C naar D Default. Dit is de laatste kredietscore die Suriname ooit heeft gekregen. Het met voornoemde lening werden door de regering achterstallige stroomrekeningen bij Alcoa betaald om de Afobakka-stuwdam te kunnen overnemen. De afwaardering volgt op de overeenstemming die is bereikt met obligatiehouders voor een nieuw aflossingsschema, daar Suriname momenteel niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook Standard & Poor's heeft de kredietwaardigheid van Suriname verder omlaag gebracht. De lange termijn kredietrating voor vreemde valuta is gebracht van CCC Plus naar SD Selective Default.